Hallo en welkom bij Jaar van de Tuin. Deze week weer een bijzondere aflevering. Het was zulk mooi weer. We dachten we filmen het buiten. En dan film ik het toch het liefst op mijn werkplek hier in de Hortus. Vorige week hebben we het gehad over september als de nieuwe tuinmaand. En deze week hebben we het daar ook een beetje over. Maar hebben we het specifiek over bollen. Bolgewassen, bolplanten en ook over knollen. Knolgewassen en knolplanten, dat is net iets anders en ik zal u dadelijk uitleggen hoe dat precies zit. Dus laten we eens gaan kijken naar een paar mooie bollen in de Hortus. En ik zeg kijken naar wat mooie bolplanten, maar een hoop van die bolplanten die we kennen, die zijn nog niet in hun groeiseizoen. Die zijn nu nog in hun bolseizoen. Want hier zit ik in onze bollentuin hier in de Hortus en die staat natuurlijk vol met bolplanten. Maar die zijn er nu allemaal nog niet. Een leeg vak ziet u hier. Helemaal leeg gehaald en omgeschoffeld voor het nieuwe bollenseizoen. De bolletjes die we nog hebben kunnen vinden van vorig jaar, die nog een beetje schappelijk zijn, die hebben we hier in een bak liggen. We hebben er nog wel meer. En die worden heraangeplant. En een deel wordt ook weer ingekocht van kwekers. En dan staat het hier weer helemaal vol met bolplanten. Want nu is natuurlijk het seizoen ervoor. De air zit in de maan, dus het is tijd om heel veel van die bollen te planten. En er ligt hier van alles. Er liggen hier tulpenbolletjes. En er liggen hier, wat zo te zien, uien zijn. Misschien zijn het andere planten uit de amaryllis-familie. En ik zie blauwe druifjes en van alles en nog wat. Want die bollen die komen natuurlijk bij heel veel plantengroepen voor. Er is niet één familie die de bol heeft bedacht. Nee, die bol die bestaat op meerdere plekken. En wat is zo'n bol nou eigenlijk? Nou, de echte diehards, de echte liefhebbers van Jaar van de Tuin, die weten dat misschien nog, want daar hebben we het over gehad in de allereerste aflevering van dit programma. Maar ik wil het nog wel een keertje vertellen. Want zo'n bol, nou, en u weet wel hoe een bol eruit ziet, al is het maar omdat u misschien een mandje met uien in de keuken heeft. Een bol is zo'n verzameling van rokken of schubben. We zien hier aan de basis vaak nog wat worteltjes zitten. En dat schijfje, dat is eigenlijk de stengel. Dat is een hele ingedikte en afgekorte stengel. En daarboven zitten rokken of schubben. En wat zijn dat eigenlijk? Blaadjes. Want zo'n bol, dan denkt u misschien aan. Dit is een deel van de wortels. Dit is iets heel aparts. Nou ja, eigenlijk is het gewoon een stengel met blaadjes erop. En die blaadjes, nou ja, als u een ui doorsnijdt, dan ziet u al die laagjes zitten. Dus dat zijn al die bladeren die over elkaar heen zitten. En als dat dan zo'n blad helemaal een bol omsluit, zoals bijvoorbeeld bij een ui, dan noemen we dat een rok. En als het komt in de vorm van schubjes die er los overheen zitten, dan noemen we dat schubjes. Lekker makkelijk. En dat is wat een bol is. En waar een bol voor is, is opslag van voeding. Al die dikke delen, al die bleke, dikke bladeren die in zo'n bol zitten, die zijn gemaakt om voeding in op te slaan. En dat is grotendeels suiker. Waarom doet zo'n bol dat dan? Nou, dat is om ervoor te zorgen dat ze eerder kunnen uitlopen dan andere planten die niet zo'n bol hebben. Want als je geen bol hebt, dan heb je een tekort aan licht, dan heb je een tekort aan warmte, dan zijn de dagen nog te kort. En dan kun je niet uitlopen, dan heb je niet genoeg voeding. Maar als je die voeding het jaar daarvoor al hebt opgeslagen, ja, dan kun je uitlopen voordat wat dan ook anders uitloopt. En dan heb je veel minder concurrentie. En als je dan zo'n bol maakt waarin je dus van tevoren je suiker kunt opslaan, je voeding kunt opslaan, je bouwstoffen kunt opslaan, dan hoef je dus niet meer in de vroege lente je bladeren uit te laten lopen, zonne-energie op te sparen om vervolgens nieuwe blaadjes of nieuwe bloemen te gaan maken. Nee, dat heb je al gedaan. Dus je kunt heel erg vroeg uitlopen. En dat is natuurlijk waar bollen om bekend staan. Dat alle andere planten, de hele grond is nog kaal, maar daar komen de bolplanten. En het aardige van bolplanten is dat er zoveel verschillende groepen zijn en dat ze ook dus niet allemaal diezelfde strategie volgen. Er zijn natuurlijk een hoop bolplanten die staan erom bekend dat ze in de hele late winter of in de vroege lente tevoorschijn komen. Maar er zijn ook bolplanten die nu, nog net voor de herfst of in de herfst, tevoorschijn komen. En dat maakt het wel de moeite waard om een tuin vol met verschillende soorten bollen te hebben, want dan is er eigenlijk elk seizoen wel wat anders te zien. En u denkt misschien, bolplanten die nu uit de grond komen, die kennen we niet. Maar ik zal er u eentje laten zien die hier verderop staat.
zoals hier, op ons bolwerk, hier helemaal op het hoekje. Want daar komen nu kleine bloempjes uit de grond. Kleine paarse bloempjes met mooie witte steeltjes. Lijken een beetje op een krokusje, maar het is een herfsttijloos. En zo'n herfsttijloos, nou, die worden nog wel wat groter en het wordt er ook nog wel wat meer dan er nu staan. Maar dit zijn plantjes die dus heel vroeg uit de grond komen. Hun blad, dat maken ze pas later. Dus het blad wat ze hebben gebruikt om energie in te zamelen om deze mooie bloempjes te maken, dat is al lang weg. En nu, late zomer, vroege herfst, dan komen die plantjes tevoorschijn. En we zien ze nu dus verschijnen. En die komen dus ook uit grote, dikke bollen. En die grote, dikke bollen die kan je tegenwoordig ook her en der kopen. En die zijn leuk om in de tuin te steken. Ze worden vaak verkocht om eerst op een schaaltje op de vensterbank te leggen. Want zo'n kweker die heeft hem in een kast natuurlijk al lang vet gemest. Dus als u hem dan in de vensterbank legt, dan loopt hij hem vanzelf uit. Heeft hij niks voor nodig. Maar daarna, of eigenlijk gelijk al, kunt u hem in de tuin stoppen. En dan gaat hij aan het einde van de zomer, begin van de herfst, vandaar de naam herfsttijloos, gaat hij uitlopen, krijgt u die mooie lichtpaarse bloempjes. En komt hij natuurlijk elk jaar terug, want dat is het mooie van bollen en knollen. Ze blijven maar terugkomen. En als we het hebben over de herfst, dan geloof ik dat er verderop bij de varenbeuk, daar staat mijn collega, daar staat oud-hortulana Carla Teun. En die heeft nog wel wat anders te vertellen over een mooie herfstbloeier. We staan hier onder onze grote varenbeuk. En we kijken op de grond naar de cyclaampjes. Dit zijn wilde Europese cyclaampjes. Cyclamen hederifolium. Het blad lijkt op hedera en dat is klimop. En ik heb hier een blad. Ze zijn zo prachtig getekend. Er staat hier witjes. En er staan hier roze gekleurde. En ze komen uit een knol. In feite net als de cyclamen die we heel vaak op onze vensterbanken hebben. Maar dat zijn grootbloemige cyclamen, doorgekweekt door de Nederlandse kwekers. Afkomstig uit cyclamen persicum. En die zijn bij ons niet winterhard, die kan je alleen maar in huis hebben. Maar deze zijn wel winterhard. En dat ze hier onder een boom staan is niet zomaar. Ze houden van nogal wat schaduw, ook wel aardig wat licht, maar ze komen uit een knol en ik heb hier een grote knol. Dit is nog niet eens zo'n hele grote, maar toch. Ze komen uit een knol en de knol kan er niet tegen dat er veel warmte van de zon opschijnt. Dus ze staan graag in de schaduw. En het is altijd heel moeilijk, deze kan je nog wel zien, het is helaas afgebroken. En ze hebben ook worteltjes. Dus je moet even goed kijken. Soms is het echt moeilijk. De worteltjes moeten naar beneden. En ze houden er niet van om zo'n laag grond op hun kop te krijgen. Je plant ze halverwege. Dus voor de helft onder de grond en voor de helft boven de grond. En dan gaan ze het meestal goed doen. Dit is nogal ruig. Beetje takjes, beetje stukjes hout, snippers. En daar doen ze het ontzettend goed in. Hier hebben we zware kleigrond en daar doen ze het kennelijk ook goed in. Dit is de herfstbloeiende Cyclamen hederifolium. Augustus, september. Enkele keer nog wel eens een paar bloemetjes in oktober. Er is ook een andere soort, die staat hier tussenin. Cyclamen coum. Die hebben rondere blaadjes dan deze. En die zijn kleiner. En die bloeien pas in januari. Dat is de winterbloeiende of zeg maar de voorjaarsbloeiende. Januari, februari. Kortere stengeltjes, kleinere bloemetjes, knalroze, ook zachtroze en ook wit. En die hebben we ook onder een boom staan, maar dat is meer achter in de tuin. En deze staan hier, je ziet het nu niet, tussen de sneeuwklokjes in. Want sneeuwklokjes willen ook graag in de bloeitijd licht hebben, maar die kunnen ook niet tegen zonnewarmte op hun bolletjes. Dus de combinatie van die twee is echt heel goed. Deze bloeien nu. De sneeuwklokjes bloeien in januari, februari, maart. En dan bloeit ook de voorjaarsbloeiende cyclamenkoom met de veel kleinere bloemetjes. Ze zijn hier in Nederland in de handel. Ze worden hier ook gewoon heel veel geteeld. En wat bij het planten vaak belangrijk is, dus deze heeft alsmaar hier in de grond gestaan. Maar ze zijn vaak al een tijdje droog. Leg ze een paar uurtjes in een bakje met lauw water, dan zuigen ze wat water op, dan plant je ze halverwege de grond en dan doen ze het veel makkelijker.
Je kunt ze zelf bestuiven, deze. Wat ze dan doen heel vaak. Een bloemetje neemt een bloemetje. Dit is dan een heel kleintje, moet ik zeggen. Moet ik even de rest op de grond leggen. Deze is nog niet echt rijp. Je knijpt er heel voorzichtig in. Het stuifmeel komt op je nagel. Kan je nou niet zien. En daar loop je mee naar een ander bloemetje. En daar duw je mee tegen je stamper. En dat is een hele makkelijke manier van bestuiven. Zo doe ik het altijd en het lukt vrijwel altijd goed. Dan komt er een soort bolletje uit, zo klein. Daar zitten de zaden in. De zaden zijn verhoudingsgewijs groot, bijna 2 mm. Die vallen in het vroege voorjaar in de grond en vormen dan een heel klein kiemplantje. Eén blaadje op één steeltje, maar dat wordt langzaam maar zeker groter. En het knolletje is dan zo klein als een speldenknop. Dus je kunt heel makkelijk zelf deze dingen bestuiven. Nou, dit is wat ik ervan wil vertellen. Zo, nou, Carla, oud-hortulana, Carla Teunen, hartelijk dank voor die reportage over het herfstcyclaampje. En het herfstcyclaampje, dat is een hele leuke, je ziet hem niet zo vaak. Je ziet die andere soort wel in de vensterbanken van de mensen staan, maar in de tuinen, nou, ik zie hem in ieder geval niet zo vaak. En ik zou hem graag wat meer zien, dus lieve mensen, als u hem tegenkomt, u heeft gehoord hoe makkelijk het is. Zo'n knolletje, dat stop je in de grond en dan kun je hem eigenlijk vergeten, want dan blijft hij ieder jaar maar terugkomen. En het is een prachtig plantje om een heel veld mee vol te zetten. Maar hij is ook prachtig als u nog wat hoekjes heeft waar niks staat om hem daar tussen te steken. Want dan is het prachtig om in de herfst zo'n klein bosje wit en roze en paars te zien opkomen. Tussen al dat bladgroen wat dan geel en bruin aan het worden is. Dus absoluut een aanrader. Een knolgewas, zei ik dus. En ik had u aan het begin van ons programma beloofd dat ik u het verschil zou uitleggen tussen een bol en een knol. Nou, ik heb u wel verteld wat een bol is, maar nog niet wat een knol is. En een knol is wat wij net dus zagen. U zag een beetje die donutvorm. Nou, niet alle knollen hebben een donutvorm, maar u weet nog dat een bol, dat is dus een stengeltje met daar die dikke blaadjes op. En die dikke blaadjes in schubben of in rokken, daar zit dus die voeding in opgeslagen. Bij een knol zijn die blaadjes er niet. Nee, daar is het de stengel die verdikt is. Als u nu een bolletje knoflook uit de keuken haalt en u kijkt naar de onderkant, dan ziet u dat schijfje zitten waar misschien nog een paar worteltjes aan vastzitten. Nou, dat is een overblijfseltje van de stengel. En die is dus bijna helemaal weggereduceerd. Daar is bijna niks van over. Maar bij zo'n knol is het dus juist de stengel die dik en fors is geworden. Het is dus geen wortel, het is de stengel. En daar wordt de voeding in opgeslagen. En nou ja, dat is dus het verschil tussen een bol en een knolgewas. Maar als u dat niet kunt onthouden, het aardige eraan is dat ze zich ongeveer hetzelfde gedragen. Dus dat u ze ongeveer hetzelfde kunt behandelen. En dat ze allebei zo lekker makkelijk kunnen zijn. Dat je ze in de grond kunt steken en dan vervolgens weer kunt vergeten. Eén plantje die absoluut niet te vergeten is. Die trof Annika aan op het Zoeterland. Die vond daar tevens Jessica. En is daar gesprek aangegaan over de Cosmea's. Ik sta hier met Jessica op het Zoeterland. Met een heel erg mooie bloem voor mijn neus. Jij wilde hier iets over vertellen. Wat is het voor plant? Dit is Cosmea. Om precies te zijn Cosmea feluette. Dat is een beetje een donkerrode, paarse soort Cosmea. En het is een hele groeizame plant. En heel geschikt om in je tuin te zetten. Omdat het ook het hele seizoen door bloeit eigenlijk. Het hele seizoen? Ja, nou ja, het ligt ook een beetje aan hoe je hem behandelt. Kijk, wij knippen bijvoorbeeld de hoofdtop er op een gegeven moment uit, zodat hij meer stengels vormt. Dus dan is hij ietsje later. Maar als je dat niet zou doen, dan gaat hij al wat eerder bloeien. Dus vanaf zeg zo'n beetje juni tot in het najaar maakt hij bloemen. En ontzettend veel knoppen, zoals je ziet. Ja, ik wou net zeggen, hij is nog lang niet uitgebloeid. Ja, precies. Dus het is een hele vitale, mooie plant. En heel, ja, heel luchtig ook. Het vult heel goed je border op en tussen andere planten staat hij heel erg mooi. Het is een echte aanrader. En zijn er nou heel veel verschillende kleuren? Want ik zie alleen al hier, zie ik al meerdere kleuren door elkaar staan. Ja, je hebt best wel verschillende kleuren en vormen van Cosmea. We hebben verderop nog een lichtroze, maar je hebt ook bijvoorbeeld met dubbele bloemkransen, zeg maar. Dus er zijn heel veel verschillende soorten verkrijgbaar. En ze zijn ook heel makkelijk zelf op te kweken. Dus je kan heel makkelijk zelf zaadjes kopen en dan uitzaaien. Moet je ze dan eerst binnen zetten of kun je ze gewoon meteen in je border zetten?
Nou, wij zaaien ze altijd voor. Wij zaaien alle bloemen eigenlijk voor, de meeste. Zodat je echt zeker weet dat je een mooi plantje hebt en dan in de grond zet. En dan is die ook wat meer bestand tegen slakvraat. Want het is het beste om planten wat groter te laten worden. Zodat de slak ze dan niet meer echt lekker vindt. Dus dan plant je ze later uit. En deze wordt dus niet zo heel erg aangevreten verder door slakken als hij helemaal wat groter is? Nee, bij ons in ieder geval niet. Nee. Okay. En volgens mij gaat het, als hij echt een beetje wat groter is en je plant hem dan uit, gaat het wel goed. Ja. Oké, okay. Ja, ik vind hem heel erg mooi. Is dit gewoon iets wat je bij een tuincentrum kan vragen? Hoi, ik wil een Cosmea. Dat zou je niet aan mij moeten vragen, want ik kom nooit in een tuincentrum. Hè, dat is nou weer jammer. Nou ja, dan moeten we dat maar gewoon proberen, denk ik. Nou, dankjewel voor je uitleg. Kijk, een bijtje. De Cosmea's, prachtig. Jessica, bedankt. We weten zeker dat we nog wel terugkomen op het Zoeterland voor nog meer reportages. Dus houd uw ogen open de komende tijd, want het Zoeterland komt zeker weer langs. En als u daar niet op kunt wachten, ja, dan kunt u natuurlijk ook op bezoek gaan bij het Zoeterland. Die Cosmea's, dat zijn zulke prachtige bloemen, want ze geven echt dat wilde bloemengevoel in de tuin. Als u de ruimte heeft, maakt u dan een vak voor ze vrij. Zet hem helemaal vol. Haal een zakje met de verschillende kleurvarianten erin, de verschillende soorten die er allemaal hetzelfde en anders uitzien. Zet ze bij elkaar en als ze dan opkomen, als ze dan beginnen te bloeien in de zomer, prachtig. Je waant je in een veld vol wilde bloemen. Zo voel ik me in ieder geval. En u doet niet alleen uzelf er een plezier mee, maar ook de wilde bijtjes. Die zijn gek op Cosmea's. En de wilde bijtjes die doen we natuurlijk graag een plezier. En ik kan u wel iets laten zien over iemand anders die wij graag een plezier doen. Namelijk een aantal mensen die zich hebben opgegeven uit de Zeeheldenbuurt. U weet nog uit ons programma van vorige week. Te gast was Dillis Moons, tuinarchitect en hovenierster. En wat Dillis beter doet dan wie dan ook is ontwerpen maken van tuinen. De dromen van de mensen, de ideeën en de verlangens van de mensen omzetten op papier naar een echt bestaand ontwerp. En dat is wat we de afgelopen tijd hebben gedaan in de Zeeliedenbuurt. Wij zijn van huis naar huis en met name natuurlijk van tuin naar tuin gegaan. En daar hebben wij aan de mensen gevraagd, wat wilt u nou van die tuin? Want dat zijn allemaal mensen die hebben een tegelvlakte achter hun huis, een tegeltuintje. En van de tegeltuintjes, nou daar zijn we niet zo van bij Jaar van de Tuin. En daar willen we de mensen graag vanaf helpen. En dat proces waarin, wij presentatoren gaan dan een beetje mee voor de sier, want Dillis die doet het echte werk, die ondervraagt de mensen, die weet precies welke vragen ze moet stellen om de goede antwoorden te krijgen om dat ontwerp te maken. En dat proces daarvan, dat is zo interessant, dat wij er telkens een reportage van hebben gemaakt. Dus daar zult u de komende tijd ook zeker meer van tegenkomen. En wij laten u nu er eentje zien uit de Oosterstraat. Dus ik hoop dat u ervan geniet. Mireille, je had je opgegeven voor de winactie voor een tuinontwerp voor de Zeeheldenbuurt. Ja. En nou zit ik hier bij jou in de tuin, want je bent een van de winnaars van een tuinontwerp. En dan was ik wel benieuwd, misschien iets over jou. Hoe lang woon je hier eigenlijk al? Sinds september 2018 woon ik hier. 2018, oké. Okay. Ja. Dus niet zeg maar al 40 jaar, maar nog eigenlijk best wel kort. Ja. En de tuin, die was al zo? Die heb je zo overgeërfd? Die heb ik zo overgeërfd, inderdaad. Met anderhalve meter hoog onkruid. Ik had echt geen idee wat ik hieraan mee moest. Ik vind het vreselijk, al die kleine tegeltjes. Ja, dat vroeg ik me inderdaad af. Wat vind je hier nou van? Als je naar kijkt, je vindt het niks. Nee, ik vind het echt helemaal zes keer niks. Ik denk wel dat er een hele hoop mogelijk is. Want inderdaad, ik zie allemaal steen. En steen, dan denk ik maar één ding, dat kan eruit. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat we zo meteen gaan horen als Dillis aan tafel komt om een ontwerp te maken met je. Hoi. Hi. Leuk dat ik vandaag hier mag komen om je te helpen met een schetsontwerp. Ik heb net al wat dingetjes gehoord van je wens. Maar kan je mij nog even wat vertellen van welke kleuren vind je mooi? Paars, lila, roze, rood, groen. Oké, leuk. En wat zijn nog verder wensen, dingen die belangrijk zijn voor jou? Ik ben zelf allergisch voor wespensteken, dus ik wil zo min mogelijk wespen in mijn buurt hebben. Ja, dus eigenlijk misschien goed om iets uit te zoeken wat wel groen is, maar dan geen bloemen heeft. Ja. Dat je dan de bloemen wat meer naar achteren doet en dan om je heen gewoon eigenlijk groene planten om daar naar te zoeken. Ja, en verder wat natuurlijk ook opvalt vanwege de bestrating, hè, het is natuurlijk nu heel erg eendimensionaal. En dat zorgt eigenlijk dat er weinig diepte is en daardoor lijkt de tuin eigenlijk nog kleiner en smaller. Dus het is eigenlijk mooi om eigenlijk in het ontwerp dat te gaan onderbreken. Ja. En zou je het bijvoorbeeld ook leuk vinden om ergens een boompje te plaatsen? Ja,
Ja. Lijkt mij hartstikke leuk. Mooi. Ja. Nou, ik heb dan eigenlijk wat ideeën gewoon voor jou geschetst. Die wil ik dan graag met je doornemen. Okay. Nou, als we kijken, dus dan hier zo vanaf het huis. Dus dat is waar we nu ook zitten. En dan houden we het terras houden we ook dicht bij het huis. Ik denk om je eigenlijk wat intimiteit te geven als je hier zit met je vriendinnen, kan je een haagje plaatsen hier zo. Heel leuk idee. Ja, dat onderbreekt het. Dan kan je niet de tuin direct overzien. Dan heb je eigenlijk gelijk een eigen plekje. Ja. Ik dacht bijvoorbeeld hier zo tegen de schutting aan om die ook mooi te laten begroeien met een wilde wingerd. Een wilde wingerd is een klimmer die heel mooi groen, fris blad heeft in de zomer. En een hele mooie herfstkleur in de herfst. Okay. Dus en geen bloemen, dus in ieder geval de kans voor wespen is dan ietsjes minder. Ja, oké, leuk. Nou, ik heb een groot stuk gazon heb ik ingetekend. Heerlijk. Ja, kunnen de dieren lekker van genieten. Het gazon wordt wel onderbroken door een klein boompje. Ik dacht, omdat je rood zo mooi vindt, dacht ik eigenlijk aan een rode esdoorn. Die heeft heel mooi rood blad, ook in de zomer. Ik denk, dat sluit wel gelijk aan bij je wens tot rood. Ja. Want mensen denken meestal, we planten altijd alleen maar in groen. Maar ik denk, juist het rood kan je dus in het blad ook laten terugkomen. En ik heb eigenlijk twee borders, dus dat zijn eigenlijk plekken waar je planten neer kan zetten. Mm-hmm. Heb ik hier zo getekend en hier. Dus een beetje tegenover elkaar, maar niet recht langs de wand. Ik doe het niet recht langs de wand, omdat je eigenlijk anders de pijpelen alleen maar accentueert. En dat wil je niet. Je wil eigenlijk dat die onderbroken wordt, zodat die wat breder lijkt. Ja. Dus dat aan deze kant en deze kant. Achterin heb ik een leiboom geplaatst. Dus dat is eigenlijk een boom die een beetje een rechthoek... Oh, de wind... Een rechthoekige vorm heeft en die heb je ook wintergroen. Dus het zijn bomen die hun blad behouden. Dus dat betekent eigenlijk dat je het hele jaar door wat meer privacy hebt. Ja, en dan altijd voor de opzet geef ik je nog wat ideeën voor planten die je kan gebruiken. Een beetje in de kleuren die jij mooi vindt. Nou, optie is dus bijvoorbeeld een geranium dreamland. Ja, ik vind het een erg. Ja, geraniums ben ik altijd dol op, want ze bloeien zo lang. Je hebt zoveel soorten. Deze is eigenlijk een soort, hij is zacht roze. En hij bloeit, ik denk, van mei tot november. Dus die heeft een enorme lange bloeitijd. Ja. En dat is denk ik altijd belangrijk als je een kleine tuin hebt, dat je planten uitzoekt die lang bloeien. Omdat je gewoon niet zo heel veel plek hebt. Ja. Tegen de schuur aan zou het mooi zijn om bijvoorbeeld een klimhortensia te plaatsen. Breekt ook de wand aan die kant. Die bloeit wit in de zomer. Nou, je benoemde zelf al natuurlijk dat je lavendel heel erg mooi vindt. Ja. Dus die krijgt sowieso een plekje. Een andere mooie paarse bloem is een campanula. Okay. Die bloeit twee keer in het jaar. Voor de rood tinten zou je nog een monarda kunnen toepassen. Dus het bloeit rood in een soort bolletje. En we hebben de wilde wingerd natuurlijk hebben we al besproken. En nog een andere mooie plant is een heugera. Heugera heeft een mooi groen blad, maar bloeit met rode aren. Dus zo komen een beetje al jouw kleuren aan bod. Ja, wat leuk. Ja, klinkt hartstikke leuk. Ja, zeker. En hier in onze border voor onze oranjerie hebben we een plant staan die u nou misschien wel of misschien niet kent. Je ziet hem tegenwoordig ietsje vaker. De crocosmia. En de Crocosmia, dat is een plant uit de Amaryllis-familie. Dus hij is familie van de Amaryllis, die u misschien wel in de vensterbank heeft staan, die met kerst bloeit. Dat is eigenlijk geen Amaryllis, maar een Hippiastra, maar komt uit dezelfde familie. En deze, diezelfde familie, Amaryllissen, de Crocosmia, heel erg herkenbaar aan dat blad, dat lange lancetvormige blad, wat zo tekenend is voor die familie. En hij vormt ook bollen onder de grond. Knolletjes die bovenop elkaar zitten, als een soort geldrol, dat is ook vaak... hoe ze te koop zijn. Dus niet, vaak niet als zaadjes. Je kunt ze ook als zaadjes krijgen. Maar meestal in de vorm van die knolletjes die zo op elkaar gestapeld zitten. Heel erg herkenbaar. En het aardige is ook dat als de bloemen, als je die van dichtbij bekijkt, dan zie je dat het eigenlijk die amaryllisbloemen die wij kennen van onze vensterbank zijn, maar dan in het miniatuur. In het klein. Het is diezelfde bloem, dezelfde hoeveelheid blaadjes, met die stampers, met die meeldraden, is eigenlijk allemaal hetzelfde. En dat is waar die Amaryllis-familie ook zo herkenbaar aan is, aan die tekenende bloemen. En anders dan die Amaryllis die u kent natuurlijk, dan maakt deze veel meer bloemen. Die maakt zijn hele stil, zijn hele bloeiwijze vol met bloemen. En die bloeien de een na de ander. Die worden dan ook de een na de ander bestoven. En de een na de ander maken ze vruchtjes. En die vruchtjes, die zien we hier bij sommige stengels, die beginnen al open te springen. Dan zien we de zaadjes die daarin zitten, de mooie bruine zaadjes. Ook niet lelijk om naar te kijken. En die kunnen natuurlijk zich gaan verspreiden en dan, zo komen er meer Crocosmia's in de wereld. En het is een ontzettend mooie bloem. Als ik zeg, u ziet hem meer, nou, je ziet hem ook echt meer, want hij is natuurlijk knal en knalrood. Hij is brandweerwagenrood. En als hij ergens in de tuin staat, dan zie je hem ook onmiddellijk. Die prachtige rode bloeiwijze. Hij is nu al, zoals ik al had gezegd, een beetje over zijn toppunt heen. Maar als hij in zijn hoogtepunt is, dan ziet u zo'n mooie tros van rood. Ze zijn echt prachtig.
En je kunt ze best wel makkelijk krijgen tegenwoordig. Het is een plant die houdt van lekker veel licht. Ook lekker veel water. Hij staat niet graag droog. En dan gaat hij het prachtig doen. Let maar op. Leuk voor in de tuin, zo'n Crocosmia. En de anticipatie die is dus hoog hier in de bolle tuin. Want daar moet natuurlijk nog een hoop gebeuren. Er gaan een hoop bolletjes in en daar gaan uiteindelijk dan een hoop bolletjes opkomen. En dan zie ik heel erg uit naar die lente, naar die vroege lente als al die bollen tevoorschijn komen. Maar het leuke is ook, in de tussentijd, in de tijd dat er dan niet zoveel gebeurt in zo'n bollenvak zoals hier, dan laten we hem een beetje met rust. En de planten die dan verschijnen, nou dat zijn dus niet de planten die we daar geplant hebben, maar de planten die daar vanzelf aan zijn komen waaien of van de pootjes van vogels af zijn gevallen of op een andere manier terecht zijn gekomen. En daar staat dan over de loop van het jaar ook van alles en nog wat. En in het bijzonder staan er hier een heel stel tuinwolfsmelkjes. Nou, dat is helemaal geen bolplant. Die hoort hier helemaal niet in het bollenvak, maar die is hier op eigen initiatief gaan groeien. En nou weet ik toevallig dat vandaag mijn collega's Tal en Maxime aan het werk zijn van ons toeplantjesteam. En ik denk dat Maxime wel tijd heeft om even iets te vertellen over die tuinwolfsmelk die u veel in de tuin tegenkomt. Goedemiddag allemaal. We zijn hier bij het stoepplantjesloop en daar doen we onderzoek naar plantjes die voor ons op de stoep groeien. Een van de onderdelen is over de bijzondere naamgeving van planten. En vandaag wil ik jullie er eentje laten zien, namelijk de tuinwolfsmelk. Ik heb hem hier bij me. En hij dankt zijn naam aan het feit dat als je het blad zou knakken, dan komt er een wit sap uit, zoals je ziet. En als je dat op je hand krijgt, dan bijt dat als de bijt van een wolf. Vroeger was dat veel heftiger, maar nu is dat wat rustiger. En zoals je hier ziet, dan zie je echt hoe wit het is. En het leuke is, de Latijnse naam is Euphorbia pepalus. En als je kijkt naar de bloemen, dan zijn ze omringd door de schutbladeren. En pepalus betekent ook wel mantel. Dus het is als een soort, als het ware, als een mantel om de bloemen heen. Dus kijk ook maar eens in jullie tuin of jullie hem kunnen vinden. Zo, dus de tuinwolfsmelk. Hij staat in de tuin, hij bijt als een wolf en hij geeft melk. Lekker makkelijk die naam. U ziet hem vast wel in uw tuin verschijnen. En zo ja, nou ja, misschien hoeft u hem niet gelijk weg te halen. Misschien vindt u het wel een heel leuk plantje. Je weet maar nooit. En dan komen we aan op het punt van de aflevering waar we het hebben over het NK tegelwippen. Het Nederlands kampioenschap tegelwippen. Hoeveel tegels zijn er gewipt in Leiden? Hoe ver staan we voor op de rest van Nederland? En zoals u ziet staan wij op de 13e plek. De 13e plek, daar staan wij nu vrij stabiel. Het duurt niet zo lang meer het NK tegelwippen. We hebben nog september, maar daarna is het echt afgelopen. Dus we hebben nog maar een paar weekjes. En dan is het klaar. Nou, dan staan we op een hele respectabele 13e plek. Maar laten we kijken of we er nog een 12e van kunnen maken. Want ligt uw tuin vol met tegels, wilt u er vanaf, wip ze eruit. En wederom, u kunt ze laten ophalen door onze tegeltruck. Als u een mailtje stuurt naar jaarvandetuin@leiden.nl, dan komen wij die tegels voor u ophalen. En dan bent u er vanaf. Wat zegt u daarvan? Dus we hopen van u te horen. En hier vanuit de Hortus, vanuit mijn wel heel erg luxe tuin. Tot volgende week bij Jaar van de Tuin. Leuk dat u er was.